De kokosteelt in Suriname heeft een enorme terugval doorstaan, zegt Ratan Kalka, manager Business Support Services van de Suriname Business Development Center, SBC. De organisatie is bezig met het ontwikkelen van de kokosindustrie in het land. De zakenman geeft aan dat er een enorme potentie is om de sector tot bloei te brengen en veel profijt te halen valt uit export van het gewas en de producten daaruit. Het kokoslandschap is verwaarloosd, is achteruit gegaan, maar de potentie ligt daar nog steeds. En daar geloven wij in als sector, daar geloven wij in als business forum, dat de agrarische sector zeker een groot potentieel is voor ons diversificatie van onze economie. We moeten niet alleen richten op oil en gas, maar op een complete diversificatie van de economie, waarbij je dan al deze subsectoren kan ontwikkelen en in een geïntegreerd plan, samen met toerisme, met verwerking, met agroprocessing, kan je zoveel voordelen hieruit halen. Kalka zegt verder dat de prijs van kokosolie momenteel vooral hoog ligt, omdat de input van de ondernemers voor de productie zwaar is. Weinig mensen zijn bereid veldwerk te doen binnen de kokosindustrie. Er moeten dus meer personen geïnteresseerd worden om te werken binnen deze branche, zegt de manager. De sector wordt helemaal niet goed benut. Het is eigenlijk sprake van onderbenutting, als ik het scherp mag stellen. Het is zeker een sprake van onderbenutting. Alleen maar, we hebben gezien vorig jaar, we waren ook mee met de VES-delegatie naar Guyana, naar de Agribeurs. En daar hebben we gezien dat de kokosindustrie daar vorig jaar mee hadden ze... De landbouwminister statistieken gepresenteerd waarbij ze exporten hadden, exportinkomsten hadden van 2,5 miljard Guyanese dollars. Dat is omgerekend ietsje meer dan 12 miljoen US dollars. Dus we hebben nog geen exporten van kokoswater, van kokos, terwijl de vraag daar wel daartoe is. Trinidad vraagt ons. Kunt u ons een 40-voet container leveren? Kunt u ons een 20-voet container leveren? Nee, we kunnen niet. Zie, misschien een incidentele basis als we genoeg hebben gecollecteerd van Janne Alleman. Kalka benadrukt dat er gewerkt moet worden aan kwaliteit en productie. Hiervoor worden nu mensen getraind door verschillende belanghebbende instanties en de SBC. In ons programma In Gesprek Met kunt u het uitgebreide interview bekijken met Ratan Kalka.